stoer, ruim, ja, zwart. Oké, dat was een grapje. We gaan er dus mooi niet in. Super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van mijn nieuwe serie op mijn kanaal. Voor degenen die het nog niet weten, ik ga in samenwerking met Tango Shoes mijn eigen schoenencollectie ontwerpen. En daar komt echt een heleboel bij kijken. En het leek me leuk om daarom een serie voor jullie te maken dat ik iedere week een video online zet op zondag. Waarin ik jullie een kijkje geef achter de schermen. En vandaag gaan we verder op het moodboard in, want we moeten namelijk ook materialen uit gaan zoeken. En dat gaan we vandaag hier doen, in deze showroom. Daarachter me zie je Sharon, die hebben jullie volgens mij nog niet eerder gezien in de video van mij. Hi. En daarnaast zit Crystal en Sharon gaat mij helpen met het moodboard verder uitwerken en de materialen gaan we dan zo meteen uitkiezen. En dat gaan jullie vandaag in deze video allemaal zien, dus laten we maar snel beginnen. Nou, hier hebben we dan het moodboard, die hebben jullie in mijn vorige video ook kunnen zien. En achter ons liggen allemaal materialen en hier om ons heen ook. Hier is echt super veel keus, dus Sharon en ik gaan nu even kijken wat we allemaal voor moois kunnen vinden. Maar eerst is het natuurlijk belangrijk dat we even naar het moodboard kijken. Zoals ik zie heb je op je moodboard een aantal leuke bikerboots, stoel, ruif, ja, zwart. Ook de tinten, dit is Bordeaux, armygroen. Ja. Grijs tinten. Voor de army lijn zouden we dan juist bij de stoere materialen kunnen blijven. Dus echt met zwart ruiger leer. Ja, wat stoerdere details erop verwerken, zodat het wel jouw mamoen feeling heeft. Ja. 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 Je bent sowieso echt een sneakermeisje ook. Ik zie jou altijd eigenlijk wel op sneakers gaan. Ja. En ik denk voor de sneakers dat we daar juist wel een eigen touch aan kunnen geven, zodat het wel helemaal bij jou past, anders dan een ander. En de, ja, ook kijken welke zolen vind je leuk, wat vind je mooi. Wil je suède, wil je leer? Welke kleuren zou je daar mooi vinden? Je bent in een nude zitten, we gaan richting de winter, dus dan moeten we oppassen dat we niet in de te lichte tintjes blijven. Maar dat we wel een beetje in de stoere, ruige, wat ook in de winter doorgedragen kan worden. Ja, zodat de meiden die de schoenen gaan kopen, jouw schoenen ook zo lang mogelijk kunnen dragen. Vind ik zo, ja. In het magazijn van onze leerleverancier. Mm-hmm. Dit is een van onze leveranciers. Deze leverancier is heel goed in final touches op materiaal. Dus die heeft ook hele mooie materiaalsoorten met glansjes erin. Ja. Maar hij heeft ook hele mooie leersoorten die heel ruig zijn. Waar zij de nieuwste finish op gebruiken. Ja. Ze hebben alles inpandig. Dus alles gebeurt ook hier. In hun, ze hebben boven de showroom waar we net zijn geweest. Ja. Dit is het magazijn. Hier ligt stok. Mensen komen hier ook leer halen. Ja. Ook de kleinere leveranciers komen hier hun leer kopen. Ja. En hetgene wat bewerkt gaat worden van de leersoorten, dat gebeurt hiernaast. Oké, gaan we daar even kijken. Het apparaat wat jullie hier zien, dat apparaat dat verft dus het leer. Zojuist toen we boven stonden, stond hij nog aan. Op dit moment is hij uit. Maar misschien liggen er aan het einde nog wel wat leersoorten die zojuist, hoi, geverfd zijn. Normaal hangt hierboven dus het leer. Dat is een soort van te drogen. En dan gaat dus de fabriek door. Dus het is eigenlijk een achtbaantje in de lucht. Yay. De vraag of er aan boven hangen. Wil jij dat? Moet je rondomhouden. Dat is echt een ding. Ze zijn nu toevallig bezig met het maken van een sample. En dit gaat er dan bovenop en dat wordt dan versmolten, toch? Dat gaat dan helemaal... Ja, en dan wordt het dat materiaal wat je daar ziet. Kijk, het wordt dus als een soort van folie erop gebrand uiteindelijk. Ja. Deze is ook mooi trouwens. Ja, deze is mooi, hè? Ja, machine. Heel cool. Kijk hoeveel verschillende soorten er zijn, joh. Dat is echt niet normaal. Zelfs bloemetjes, dit wordt dan op leer bedrukt, ja, toch? Ja, maar dat wordt dan ook een stuk vaker, dus dat is niet zo fel qua kleur. Nee, maar dat is juist tof. Heel gaaf, ja. Echt heel tof. Hier ook een pythonprintje. Ja.
Cool hoor. En neon. Neon. Wie er nog neon laarsjes wil. Christel en Manon staan hier samen bij het wasmachine. En het wasmachine, daar gaat dus leer in. En daar wordt gewassen. En dan krijgt het een soort van second hand look. Dus ladies. We gaan er even in. We gaan het proberen. Ook de second hand look. Ja. Oké, dat was een grapje. We gaan er dus mooi niet in, want het is echt super eng. En heel groot en hol. Dus nee, laten we dat maar niet doen, hè? Nou, we zijn weer klaar voor vandaag. We hebben zojuist echt allemaal mooie materialen bij elkaar gezocht. Hele gave materialen. Ja. Hopen dat jullie ze straks, als de schoenen geleverd gaan worden, allemaal gaan kopen. En dat jullie ook echt super enthousiast worden, zoals wij vandaag ook zijn geworden. Ja, want het is echt een snoepjeswinkel, zei ik net al. Dus echt zoveel mooie materialen hebben ze hier, dat we gewoon het liefst alles op die schoenen doen. Maar dat, we moeten natuurlijk een selectie. Dat wordt een beetje groot circus, daar gaan we niet doen. Nee, dus we hebben nu wel een hele mooie selectie gemaakt. En dat zien jullie allemaal over een paar afleveringen, want het is alweer bijna zover. Leuk. Als tot de volgende keer. Ja, tot dan. Doei. Doei.